hebben een pleinfeest georganiseerd. Voor de kinderen, voor de thuisblijvers. En maandag moeten ze weer naar school. Dus nog even feestje en dan moeten ze het hele jaar er weer keihard tegenaan. Hoeveel keer is dat jullie dat doen? Het is de tweede keer. Vorig jaar was het één groot succes. En zoals je nu weer ziet, is het ook nu weer een feest. Er doen een heleboel organisaties mee. Kan je daar wat over vertellen? Ja, de aantal winkeliers van de Groene Laan doen eraan mee. Mieke van Lucky You en ik namens SWS Welzijn. En wij gaan een kop aan elkaar gestoken om iets voor elkaar te krijgen. En waarom doen jullie dat? Vind je dat belangrijk dat de kinderen iets leuks hebben? Ja, tuurlijk. Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen, de ouderen. Het is altijd leuk om iets te hebben in je eigen wijk. En dat moet gewoon structureel terugkomen. Straks hebben we nog een Zumba-workshop. Tim Kool komt hier, dat is de nieuwe sportschool van Salaris-Laan. En er komt nog een workshop dansen met kinderen. En dan vooral nog alle andere activiteiten die nog steeds draaien. Het sminken, de kraampjes, de powerjumpen, het South Beach toernooi komt nog. Ze kunnen nog ijsjes halen, ze kunnen nog kinderspelen doen, buggen bouwen. Er is nog van alles nog wat te doen. Rudy Benver, consulent sport van de gemeente Schiedam. Jullie zijn ook hier aanwezig in de Gorsa. Wat doen jullie hier precies? Ja, dit is een promo-activiteit voor het South Beach evenement wat in september op de agenda staat. Vandaag dus wijkfeest in Zuid. Nou, iedereen is weer teruggekomen van vakantie en we willen eigenlijk de Schiedammers in deze wijk al een beetje prikkelen. Dat ze uiteindelijk ook naar het grote evenement op de Maasboulevard komen. Nou, vertel erover zou ik zeggen. Dit is je kans. Dit is mijn kans, ja. Nee, South Beach. We hebben dat vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd in Schiedam. Op de Maasboulevard is een beach arena aangelegd. Dus zand gestort, boarding eromheen. En we hebben echt verschillende activiteiten, tenminste zijn uitgevoerd door maatschappelijk partners. Maar ook partijen die heel enthousiast zijn om daarbij betrokken te zijn. Nou, dat is voor het tweede jaar wordt het dan weer georganiseerd hier in Schiedam-Zuid. En ik moet zeggen dat er al heel veel enthousiasme om me heen te horen is. Kinderen, ouders komen naar me toe van, komt het dit jaar weer? Nou, inderdaad, het komt dit jaar weer. Medio september, 15 september zullen we starten met die week vol sportieve activiteiten. De gemeente is als zijnde opdrachtgever in dit geval. En de opdrachtnemer is de Beach Soccer Bond Nederland. En samenwerken met nogmaals heel veel verschillende maatschappelijke partners en sponsoren zullen we die week weer heel sportief in gaan richten. En willen we met name de Schiedammer prikkelen om nog meer sportiviteit te doen ontwikkelen, meer te gaan bewegen, meer te gaan sporten. Is het alleen voor scholen of is het ook individueel? Nee, individueel, scholen, onderwijs, senioren, er is eigenlijk voor ieder wat wils. En ik wil eigenlijk de mensen die geïnteresseerd zijn oproepen om naar de nieuwe website te gaan, www.southbeachschiedam.nl. En daar staat eigenlijk het totale programma is daar terug te vinden. Dus mocht een ieder geïnteresseerd zijn, echt voor alle doelgroepen van 0 tot 100 is er wat te beleven. En dan hopen we op dit weer, nou dan moet het goed gaan komen. Zaterdag 19 september is de slotdag van South Beach. Daar zal een team van bekende Nederlanders en bekende oud-voetballers zullen daar hun opwachting maken. En die zullen gaan spelen tegen lokale helden, dus Schiedammers die het leuk vinden om te voetballen, wijkbewoners. Dus als er mensen enthousiast zijn, dan bij deze de oproep, meld je aan via de website. Of kom gewoon desnoods langs op het evenement zelf en zeg wat je wil. Dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Dat is denk ik wel heel leuk. Vorig jaar onder andere Peter Houtman, Michael Mols, Yes R, bekend als rapper in Nederland. Dus ik hoop dat die mensen ook weer deze kant op zullen komen in september. Roel Klul, ook aanwezig hier op het Wilhelminaplein in de Gorsa. Waarom staan jullie hier? Ja, ik sta hier omdat Westerhavenbrug gaat de komende maand eind. En mooi werk helpt mee de overlast een beetje te beperken. Dus er wordt een het bouwen van de nieuwe brug worden een expositie georganiseerd en ook cultuurhistorische wetenswaardigheden over de Gusto en de Westerhavenbrug. En vandaag maken we met kinderen bruggen. We hebben een bruggenbouwspel gemaakt. Waarbij het de bedoeling is om meer dan 4 meter te overbruggen met latjes.
Ook in het kader van de vernieuwing van de Westerhavenbrug. Ik zit nu al te kijken van, oh, gaat dat wel goed? Chef Van Duin, jij bent ook betrokken bij dit project. Wat is jouw aandeel hierin? Ja, ik ben, ik noem mezelf randprogrammeur. Ik doe, wij zijn vanaf juni bezig om aandacht te vragen voor de renovatie van de Westerhavenbrug. We zijn gestart met workshops op twee plekken, bij Lucky You en bij de Gosserschool, Gosser Kids. Die hebben materiaal in hun schoot geworpen en gezegd, bouw daar maar bruggen van. En ze zijn er met veel enthousiasme aan begonnen. En dat hebben allemaal bruggen van verschillende soorten en maten opgeleverd. En op een gegeven moment kwamen wij met het idee om die bruggen in te zetten bij de opening, de feestelijke opening. 30 september, dan wordt het feest geopend door de wethouder. En dan zetten wij alle bruggen aan elkaar en dan laten we met een biljartbal die bal de hele traject afleggen over die gemaakte bruggen. En dan gaat die symbolisch als eerste over de brug. Dat is een beetje de achterliggende bedoeling. Dus dat doe ik in opdracht van Stichting Mooi Werk en de Cultuurscout en wijkprocesmanager die daarachter steekt. Dus zo op die manier proberen we het een beetje in te bedden in de gorsen dat het gaat leven. Dat het niet alleen maar nadeel van ondervinden en hinder, maar dat je er ook iets leuks aan overhoudt. Nou. En die Westerhavenbrug, want daar valt ook een hoop over te vertellen, geloof ik. Hè? Ja, dat is natuurlijk een brug die ook nog gorsen roots heeft, omdat die bij de Gusto gebouwd is. En de Gusto is natuurlijk hier nog geen 300 meter verderop. Hij gaat weg, maar hij komt precies zo, als hij er nu uitziet, terug. Nou ja, met een iets beter wegdek, denk ik. Dat hopen we wel, ja. Ja, wat mij betreft had alleen het wegdek al vervangen kunnen worden. Had het stukje Gusto ook bewaard gebleven, want de klinknagels, dat is nou net hetgene wat je doet denken aan de Gusto. Maar de nieuwe brug is zonder klinknagels en is glad en nieuw en heeft geen loopwerk, dus hij kan ook straks niet meer open. Kan later nog wel ingezet worden, maar in principe hoeft er niemand meer in die haven daarachter te zijn. Dus je kan er met een roeiboot onderdoor, maar voor de rest is het eigenlijk een vaste brug. De zee, de volle maan.